Here we go! Geweldig om jullie weer te zien, team. Seuren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go video voor jullie. Morgen is het Porygon Community Day, oftewel 20 september. En laten we gaan kijken wat je daarvoor moet weten. Uiteraard als eerst de standaardgegevens van een Community Day. Wat houdt het precies in als je nieuw bent en wat zijn de bonussen van deze keer? Nou, uiteraard is Porygon de hoofdrol Pokémon in deze Community Day. En zul je die dus heel vaak zien spawnen. En dat heeft een reden, want het kan namelijk ook shiny zijn. Hoe die eruit ziet, kom ik zo meteen op terug. Maar zorg in ieder geval dat als je een andere kleur Porygon ziet dan die hier op je beeld ziet staan, hem zeker probeert te vangen. Nou, de bonus van morgen 20 september is 3 keer catch XP. Dus ben jij een echte XP hunter, zorg dan dat je zoveel mogelijk Porygon vangt. Zo simpel is het. Dan, de exclusieve move voor deze Community Day, vind ik altijd het hoogtepunt van die dag, is Tri-Attack voor Porygon Z. Porygon 2 niet, Porygon zelf niet, alleen voor Porygon Z. Houd dat in de gaten. En als laatste uiteraard 3 uur durende incense. Dus zet om 11 uur een incense aan en je kan tot en met 2 uur van je incense genieten. Nou, dan uiteraard nog de data. Het is van 20 september van 11 tot 5, omdat we nog steeds te maken hebben met corona. En als goed is kan je ook tot 2 uur na het event nog je Porygon evolueren naar een Porygon Z om de exclusieve move te krijgen. Dus let daarop. Dan, zoals beloofd, de shiny varianten van Porygon, Porygon 2 en Porygon Z. Lekkere namen ook. Het is een beetje blauw-paarsig voor Porygon. Blauw-grijsachtig voor Porygon 2. En datzelfde, maar dan natuurlijk in andere vorm. Blauw-grijs voor Porygon Z. Best leuk. Normaal zijn ze ook wel kleurrijk, nu ook. Dus nou, dat blijft. Oh ja, en een speciale aandacht voor deze Community Day. Dankjewel voor deze graphic daarvoor, Pokémon Go Hub of Orange Heart, zo te zien, linksonder in je scherm. Want als je Porygon en de rest wil laten evolueren, heb je een upgrade nodig en ook een Sinnoh Stone. Dus let erop dat je daarvan genoeg hebt, zodat je ook voor elke League, Ultra League, Great League, misschien ook wel Master League, een Porygon Z met Tri-Attack dus kan krijgen. En wil je nou meer weten over PvP-IV voor Porygon, Porygon 2 en Porygon Z? Ga dan zeker naar de Go Stadium Rank Checker. Ik zal de link daarvan in de beschrijving neerzetten. Want voor Porygon zelf, voor de Great League, je ziet hem hier staan, Porygon Great League, is de beste IV-combinatie een 0-13-15. Daarmee houdt hij dus het langst vol in battle en kan je zo lang mogelijk van hem genieten eigenlijk. Daar komt het op neer. Wil je ook nog een Porygon gebruiken in de Ultra League? Wat ik niet aan zou raden, is uiteraard een 100% IV het beste. Maar hij maximaliseert op, zoals je kunt zien, 1720 CP. Dus dan verlies je 800 CP. Zou ik niet aanraden. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor Master League. Dus, dan gaan we kijken naar Porygon 2. Eerst even terug naar de Great League. Daarvoor wil je een 0-12-15 IV Porygon 2 hebben voor de Great League. Om een dus zo goed mogelijke Porygon 2 te hebben. Wil je Porygon 2 gebruiken voor de Ultra League? Dat kan wel, want hij wordt volgens mij iets hoger dan 2500 CP, zo te zien. Dan wil je een 1-15-15 voor Porygon 2. Dan heb je een rang 1. Zit je daar natuurlijk in de buurt, dan zal je ook geen slecht hebben. Maar dan moet je even kijken welke rang die dan is. Ik probeer altijd lager dan 50, vind ik een goeie, een hele goeie. Houd het in de gedachten. En uiteraard voor de Master League is het een 100%. Net zoals altijd, maar er wordt maar 2711 CP, zie je hier zo, Porygon 2. Ook niet aan te raden om te gebruiken in Masters. Wat je dan misschien wel kan gebruiken in Masters is een Porygon Z. Want die wil je voor Masters uiteraard ook een 15-15-15 hebben, maar die wordt 3200 CP. Een 100% IV Porygon Z. Dus dat is al een stukje beter. Wil je hem gebruiken voor Ultra League, een Porygon Z, dan wil je een 0-13-14 hebben. Dus heb je 0-13-14, evolueer hem dan door naar Porygon Z. En voor de Great League is een Porygon Z met 1-15-13. Het staat hier twee keer, maar het is maar één combinatie. 1-15-13 voor Porygon Z in de Great League is een 100% PvP-IV Porygon Z. Dus, houd het in gedachten. Check het nog even na in de link hier beneden als je het vergeten bent. Schrijf het op, maak een screenshot. Hoe je het ook doet, onthoud het goed.
En als laatste heb je niet alleen evolutie-items nodig, maar natuurlijk ook andere items om zoveel mogelijk gebruik te maken van die driedubbele catch XP, extra spawns en ja, gewoon een leuke dag ervan te maken. Dat zijn uiteraard incubators als je wil. Je zal waarschijnlijk veel gaan lopen. Lures, je zal waarschijnlijk veel gaan lopen. Dus ja, zet op je route een paar lures aan. Uiteraard genoeg pokeballen. Als je veel Pokémon wil vangen, heb je ballen nodig. Dus vergeet die niet. Nou, heb je een Pokémon Go Plus, vergeet hem ook niet. Star Piece, als je ja, het wil doen. Ik zou zelf Star Pieces, incubators en Lucky Eggs gebruiken. Voor het moment dat ook echt daar een event van is. Dus als je 3 keer Star Dust hebt voor het vangen. Dan pas zou de Star Piece aanzetten. Maar goed, dat ben ik. Nou, wil je dan ook daarna nog extra XP krijgen? Een Lucky Egg. En uiteraard een Incense om die extra Porygon aan te trekken. En dus hogere kans hebben op goede IV. Een Shiny. En extra voor Porygon. Nou, en heb ik alweer alles verteld wat ik wilde vertellen. Het gaat steeds beter, die snelle video's. Laat me natuurlijk zeker weten beneden in de comments. Of jij Porygon 2, 1 en Z gaaf vindt, ja of nee. Ik ben er zelf dan niet zo enthousiast over. Ik had meer uitgegeven naar Charmander. Dat komt natuurlijk ook nog. Maar ja, moeten we nog even wachten. In ieder geval, ik wil jullie natuurlijk hartstikke bedanken voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Dat was zoals altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.